Ajax onder 17. Zij ontvingen FC Emmen. Een wisselende competitiestart van Ajax onder 17. Twee wedstrijden gewonnen, één verloren. De enige andere thuiswedstrijd op de toekomst was wel een spektakelstuk waarin Ajax veel scoorde. De vraag is hoe het vandaag gaat tegen FC Emmen. Dit is al vroeg in de wedstrijd een goede actie van Giovanni de la Vega. Dit doet hij ook goed en dan is daar Jurgen Ekkelenkamp die Ajax al vroeg op voorsprong zet. 5 minuten gespeeld en Ajax onder 17 pakt de leiding. Een goede actie aan de buitenkant van Giovanni de la Vega en een mooie voetbeweging van Jurgen Ekkelenkamp. De ploeg van Gerry Fink, dus vroeg op voorsprong. En het gaat door. Goede kopbal van Farkas, de Hongaar. Ajax kan druk houden. Hier is Hossein Zamani. Bal onder de voet door. De voorzet bereikt niemand, maar dan wordt er slecht uitverdedigd door Emmen. Is hier de aanvoerder Sven Botman. Botman. Zo eindigt een minuut van volle druk van Ajax. Met dit schot van Botman. Hossein Zamani. Een heerlijke pingelaar. Pas 13 jaar. En nu dus spelend in Ajax onder 17. Hij gaat zelf achter de vrije trap staan. En doet het ineens. En maar net nog de vingertoppen van Robin Jalving. Op een mooie vrije trap van Hossein Zamani. Dan Emmen. Bijt maar eens van zich af. Een redelijk vrije schietkans voor Bas Aalderink. De bezoekers laten zich voor het eerst zien. Zitten dan in een goede fase. Want hier komen ze weer. Met Margarita. Alleen op de keeper af. Legt hem goed terug. En dan moet deze bal natuurlijk eigenlijk in. Maar hij wordt goed geblokt op de doellijn. Jord Ruigrok zat erbij. Ook nog een verdediger. Nou, hij ontsnapt even in die fase van de wedstrijd. Dan in de tweede helft. Een kopbal. Wordt bij de eerste paal maar net geblokt. Het levert een nieuwe corner op. Weer goed aangesneden. Dit keer zit de keeper er wel bij. En dan Aberkane. Maar lichaam te ver naar achter. Schiet hem ruim over. Twee goede kansen achter elkaar. Vanuit een hoekschop voor Ajax onder 17. Hier is Terence Douglas. Probeert het maar eens. Bijna de keeper verrast. Het schot van de linksback. Kees de Boer, de invaller. Mooi paasje. Hier is El Bagir. Legt hem goed terug. Kees de Boer moet scoren, maar doet dat te nonchalant dan. En vlak voor de doellijn wordt zijn schot geblokt. En zo blijft het bij 1-0. Een krappe, maar wel een hele verdiende overwinning voor Ajax onder 17 op FC Emmen.